gelijk een review video van dit ding wat binnenkomt. Ja, die ga ik even reviewen voor jullie. Ik neem jullie mee van Eindhoven, dat is een best lang stukje en veel kijkplezier. Nou, ik ben ingestapt in de Veerle 915. Dat kun je hier zien. Het eerste wat je opvalt, de stitstoelen. Je zit hier door de hele trein, verspreid. Super handig, want ik zat net ook al in zo'n firm en die was echt super druk. Ja, ik ben hier in het toilet. Het is enorm goor. Dat is wel een nadeel. En trouwens, die Unroar, of hoe het ook heet, is verdwenen. Daarvoor zijn kapstokjes in plaats gekomen. Het is best ruim, maar ja, het is nogal goor. Is deze bioscoopstoel voor rolstoelbegeleiders. En ja, zoals hier zitten USB-poorten. Dus Klas, die review komt straks. Nog meer USB-poorten. Elke ruimte wordt benut voor nieuwe stoelen. Ook lolfseats zijn aanwezig. Met USB-poorten, ja ja. Dus de stoel. Nou, even uitproberen natuurlijk. Ja, zit prima. USB-poorten uiteraard, hier ook. Die zit echt door de hele trein. Haakjes. De voorrang ziet een heel duidelijk aangegeven kleurverschil. Gemmie? Tafeltjes. Zelfde formaat, andere print. Ja. Heel chill, die één stoeltjes. Ja. Wat het heel mooi stof is het ook. Het is gewoon nepleer. Ja, het formaat gaan we het niet over hebben, het is gewoon echt te klein. Omdat ze hier dus niet van die haakjes hebben, hebben ze dus hier een haakje gedaan voor je jas. Maar ja, als je hier dus een jas ophangen en naar beneden doet, ja, word je niet vrolijk van. Een persoonlijk prullenbakje. Geen ruimte, ja, meer dan genoeg. Met deze trein gaan we naar Eindhoven Centraal. Tijd voor de eerste klas review. Dit is de eerste klas. Enorme beenruimte. Chill is die dingen die niet werken. Nee, werkt niet. Nou, top. Nog een brullenbakje. Armleuning natuurlijk. Ja, het zit niet echt lekker of zo. Dat is een goede review van die knopjes. Misschien wel het belangrijkste. Je kan de stoel verstellen. Dan nog steeds, het is niet fantastisch. Eigenlijk gewoon, ik vind de tweede klas lekkerder zitten. Nou, deze is ook niet vooruit gegaan. Ja, eerste klas dus. Korte samenvatting van deze trein. Tweede klas, echt top. Zeker die stoelen zijn gewoon, ja, prima, perfect. Eerste klas daarentegen is niet je geld waard om daar een los ticketje voor te kopen, bijvoorbeeld. Gewoon tweede klas zit echt beter. Dank jullie allemaal voor het kijken naar deze korte video van deze review van de Veerle 2-3. Ik ga nu verder reizen, ik zie jullie bij de volgende video. Later!